naar een nieuwe vlog. Ik ga vandaag voor jullie vloggen. Ik heb vanavond een dressuurwedstrijd, dus ik neem jullie een hele dag mee. Wat mijn voorbereidingen zijn. En we gaan er een leuke dag van maken, dus let's go! Mama, jongen! Ga je zo mee met mama? Zo! Wat heb je gemaakt van je stal? Oh, wil je een snoepje? Alsjeblieft. Nou, hij hoeft de snoepjes niet. Ga je mee? Dan gaan we knotten. Wat heb je vies gemaakt of valt mee? Het is te doen hoor vandaag. Hallo. De jongen is aan het lekker. Aan het knotten. Ja. Lukt het? Ja. Ja? Even bij Patje kijken. Hi Patje. Ga wel weg hoor. Heb je er zin in, Pat? Ja, uit de zin. Dus ze zijn er al bijna klaar voor. Steek dan de tong uit. Hé, hey, Patje. Hey. Hij wil de vlog overnemen. Ja. Dan is het ook vlog. Maar ik heb apart klaar. We gaan nu Jaro doen. Gaan we jou nu vlechten? Hé, kind. Topper hoor. Nou, Jaro is klaar. Wat vind je ervan, Jaro? Is mooi, hè? Hij is het ermee eens. Ja. Ja. Dag, Jaro. Nee. Nou, Patje is klaar. Ik moet hem even laten zien, jongen. Hoe mooi je maatjes zijn. Zo. Deze is een beetje uitgezakt, zie ik al. Maar die doe ik zo wel fixen. Ga hem eerst nog even rijden. Ga hem nog even rijden, jongen. Nou, wij gaan zo lekker rijden. Het waaier. Wat top hoor. Ja. Ja. Auw. Oh. En dit is mijn dekje, jongens. Ik heb toch die andere meegenomen. Ja? Ja. Ik dacht, ik heb nou een paar keer niet meer gereden. Vind ik cool. En dan gaan we rijden. Top. Nou, het rijden ging goed. En Marit gaat onverwachts proefje doen op apart. Dus die gaat eerst en daarna ga ik wedstrijd rijden. Met onze mooie dekje. En onze nieuwe front team. Dat is mooi. Dus ik ben benieuwd. Ik denk wel dat hij heel braaf is. Gaat helemaal goed komen, Marit. Ik voel het. Ja. Zal ik ga lekker vreten? Waarom? Toch, Emma? Ga je ons supporten? Ja, ik heb een spannend. Voor jou! Yes! Bedankt. Zo, lelijk! Nee hoor, apart schrik daar niet van. Het is nou 4:15. En Marit moet 6:30 wedstrijd, dus 6:00 inrijden. Top! Mion is lekker aan het smikkelen. Zat heel aan? Ja. Hij kan nog meer eten. We zijn aan het vloggen, Marloes. Ja. Aan het vloggen. Wil je ook in de vlog? Oh. Is het lekker, Mion? Ga stop eten. Kim, je hebt goed je best gedaan. Ik ga juist even roepen. Maar Mion moest het postapparaat eerst gebruiken. Aan zo, hè. De toppers. Een potje? Doet hij wel, hè? Is leuk. Ja. Gaan we lekker even inrijden. Komt helemaal goed. En het ligt een beetje sneeuw. Ja. Lekker. Het is nog een beetje licht. Het ligt aan mij. Het is, het is wel 6:00. Nou ja. Nou, maar het is aan het inrijden. De eerste keer dat ze op apart zit, jongens. En dan gelijk al wedstrijd. Wat een toppertje. Volgens mij vindt apart het ook wel leuk. Nou. Jack it up.
jasje nog aan doen. En een aparte hoofdstel. Oh. En is hij er ook klaar voor? Dan gaan we lekker de wedstrijd rijden. Ik hoop dat hij lekker loopt. Naar de vastgoed. Leon heeft net een proefje gereden en het ging echt super goed. Ze gaat echt eerste worden. Ja. En dit is Mion. Hoe vond jij het gaan, Mion, van Himst? Nee? Ja, want in de tweede proef toen ging meneer even schijten onder de misstap. Ik dacht haast dat hij over kon springen om naar de proef te gaan. Nou, moest zeg maar. En nog iets dat ik niet fijn vond gaan. Ik ben weer. Dat kan. Nou ja, voor de rest liep hij wel top hoor. Ja. Ja, hè? Apartje. Ik doe goed hoor. Heel goed je best gedaan. Ja. Nou. Alsjeblieft jongen, kom maar. Je voet. Goed je best gedaan. Nou, ik ben thuis. En het is best wel goed gegaan met de wedstrijd. Voor mijn gevoel. In ieder geval. Ik heb 2 winst. Zeg ik dat nou goed? Ja. 186 en 185. Dus liggen wel best wel bij elkaar. Ik vond zelf mijn eerste proef beter gaan dan mijn tweede proef. Maar ja. En er zijn wel gewoon een aantal puntjes waar ik aan kan werken. Dus dat vind ik wel fijn. Als er wat commentaar ertussen staat. En dan kan ik daar lekker aan werken. We zijn 4e en 5e geworden. Zo, hele mooie liedjes. Dus dat is wel leuk. En ik hoop dat jullie het leuk vonden om mee te kijken wat ik allemaal een beetje heb gedaan vandaag op stal. En hopelijk zie ik jullie snel bij een volgende vlog. En dat laat ik jullie zo snel mogelijk weten. En ik zie jullie snel weer. Doei!